zo dan. Als je nu nog niet wakker geschud bent, dan weet ik het niet meer. Zo even zo vlak voor dat weekend. Nee, een beetje een oppeppertje nog voor zo'n laatste dag. Martine van Zevenhoven was een van de dames die dit nummer had aangevraagd. Have You Ever Been Mellow van de Party Animals. En zij krijgt de Good Life Radio strandbal toegestuurd. Ook al wordt het winter, een strandbal blijft altijd leuk. Overigens treden ze nu nog steeds op. Zowel voor nostalgisch publiek, maar ook zeer zeker voor de nieuwe generatie. Omdat het toch wel tijdloze muziek blijkt te zijn. En de bezetting is inmiddels zo'n 20 keer veranderd. En dat is ook noodzakelijk. Want zo'n heel optreden vol gas hakken, ja, dat hou je natuurlijk ook geen decennia vol. En inmiddels, en het criterium om een party animal te worden ligt voor de hand. Je moet maximaal feest kunnen bouwen. Nou, dat is toch simpel. Nee, ze treden dus nog steeds op. En volgende keer gaan we een top 5 doen van Charlie Lonois en Mental Theo. Kun je daar alvast over nadenken. Goed, dan nu snel naar onze gast van vandaag. To Unlimited is, gemeten naar verkoopcijfers, de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Gedurende de eerste helft van de jaren 90 behaalde To Unlimited diverse wereldhits. In totaal verkochten ze wereldwijd meer dan 20 miljoen platen, dames en heren. De formule van een mannelijke rapper en een zangeres met gemakkelijk in het oor liggende melodieën en stevige dansritmes, ook wel Eurodance genoemd, heeft de popmuziek in de jaren gedomineerd. Inmiddels is ze al jaren onderweg met een aantal van haar Eurodance-collega's als de Divas of Dance. En vandaag is ze hier, de zangeres, met, zoals ik me herinner, de leukste giggle die ik ken. Die zo'n beetje de meeste figuren heeft gemaakt in de jaren 90. En elk podium tot op de dag van vandaag rockt tot in de puntjes. Dames en heren, Anita Dot! Yeah. Y'all ready for this? God, dit is echt zo'n lange music mash. Anita, welkom. En Daan, onze producer, kom er heel even bij. Echt applaus. Jij dacht, ik kan niet kiezen tussen al die hits. Nee, het was allemaal zo goed. Ik dacht, daar moeten we gewoon een extra lange mashup van maken. Nou. Mooi, goed gedaan. Heel leuk, heel leuk. En dan zijn ze nog niet eens allemaal, hè? Nee, precies, precies. Nee. Anita, lieve schat. Hi. Hi, wat fijn om je te zien. Ja, dat echt. Je er bent. Echt goed om hier te zijn Ik weet dat jij namelijk best wel veel aanvragen krijgt. En echt niet overal ja tegen zegt. Dus ik voel me extra vereerd dat jij hier bent. Voor jou tuurlijk wel, hè. Ik bedoel, hallo. Ja, we go way back. Vroeger kwam ik ook altijd bij jou. Dus precies. Ik hoorde dat je Toet van Bien er nog weer was, had ik zoiets van hallo. Even terug dan naar moet die ik naam. Erbij zijn. Ja. Heel leuk, heel leuk. Heel even jouw echte naam. Want dit heb ik toentertijd volgens mij nooit gevraagd. Anita Danielle. Gewoon Anita Del. Dot. Maar waar Anita komt de dot van? Anita Dot. Okay. Staat in mijn paspoort. Dat staat ook in jouw paspoort. Ja. Ah, oké. Okay. En als je nu hier zo luistert naar al die 90's dingen, dan brengt dat jou natuurlijk terug naar dat meisje. Wat je toen was. En nu natuurlijk een prachtige vrouw. Maar toen waren we allemaal meisjes. Wat voor meisje was je toen? Wie was jij toen in de jaren 90? Wie was ik in de jaren 90?
Lord, het is ook zo lang geleden. Mensen willen altijd met me over het verleden praten. En dan moet je helemaal gaan graven. Ja. Wat voor mij... Ja, ik was toen heel druk. En ik genoot met volle teugen. Ik was avontuurlijk. En blij dat ik met muziek bezig kon zijn. Maar wat zei je bijvoorbeeld tegen je moeder? Een meisje met een grote bek. Ja, precies. Want hoe oud was je toen? 19 toen ik begon, ja. Ja. En dan heb je natuurlijk, dan zit je nog wel eens met je familie of met je moeder. Ja. Zie je, mam, sorry, ik moet morgen echt naar Hongkong. Wat soort gesprekken waren dat? Ja. Nou, ik was blij dat ik mijn moeder zag. Want ik bedoel, vanaf dag 1, de eerste trip die wij gingen maken was naar Schotland. En dan was het naar Engeland. En ja, ik bleef soms weken van huis. En dan zag ik mijn moeder eventjes. Hoi, ze flikkerde je koffer naar binnen. En ja. Eigenlijk was je vaak de volgende dag ook alweer gewoon weg. Dus ik, ja. Heb je het idee dat je... Miste mijn familie ook vaak. Precies, ja. Ja. Maar je genoot ervan. Ja. En wat was het nou... Wat waren jouw dromen toen? Want je leefde hier. Daarvoor droomde ik om beroemd te worden. Dat was... Ja, ik wilde nooit naar school. Ik werd op een gegeven moment kon ik naar het VWO gaan. Heb ik ook gedaan, maar ik heb daar echt niks uitgevoerd. En uiteindelijk ben ik op de MAVO geëindigd. En daar was ik ook nooit. En heb ik nog met de hakken over de sloot. En met toch ook nog een 9 op mijn diploma. Weet je, dus ik wilde heel graag beroemd worden. Want ik hield echt niet van autoriteit en leren en... Ik wilde vrij zijn. En voor mij was dat dan, als je beroemd bent... Als je beroemd geeft bent, dat vrijheid. Dan geeft dat vrijheid. En reizen en iets anders. Ja. Anders dan het 9-to-5 baan. Het was natuurlijk ook best wel een zware periode. In de zin van, ik bedoel, veel reizen. Van echt de hele wereld over. Continu optreden, late uren maken. Hoe ging je op dat moment door? Nou, toen ik erin zat, heb ik het helemaal niet ervaren als zwaar. Omdat het was zo avontuurlijk en zo van wow, wat maak ik nou mee? En vandaag ben ik in New York en nu ben ik inderdaad in Hongkong. Dan zit je weer in Londen, dan zit je in Zuid-Afrika. Dus je wil dat ook allemaal meemaken. Want ja, wie had dat nou toen? Mm-hmm. Weet je wel, mensen reisden amper bijvoorbeeld naar China al helemaal niet. Weet je, dat is nu misschien wat normaler, maar in de jaren 90 was het helemaal niet normaal. Dus ik zag het echt als een gift dat ik dat allemaal mee mocht maken. En daardoor had ik niet door hoe ik mezelf eigenlijk voorbij liep. Nee. En ik denk dat ik stiekem in die tijd wel een paar burn-outs heb gehad. Maar daar ging je gewoon dwars doorheen. Ja, Afrojack zei wel eens, heb ik wel eens aan tafel bij een praatprogramma horen zeggen... Burnout? Sorry, daar heb ik geen tijd voor. Nou ja, precies. Precies. Ja, en dat hele, de hele term burn-out was in die tijd gewoon helemaal niet bekend. Nee. Dus je besefte niet wat er aan de hand was. Je voelde alleen maar dat je constant moe was. En dat je gewoon in elke stoel in slaap viel. En gewoon rechtop staand in slaap kon vallen. Ja. Maar je wist niet dat dat een naam kon hebben. En dat dat een burn-out kon zijn. Ja. Dus je ging inderdaad ook gewoon door. En ook echt wel... dat het ook echt leuk is. Dus je kan ook een burn-out krijgen terwijl het alleen maar leuk is. Ja, je kan jezelf gewoon opbranden. Ja. En dat kreeg ik eigenlijk pas later door. Dat ik te hard ging. Mm-hmm. En ja, toen we dat eigenlijk door... Toen gingen we ook meer grip op onze agenda proberen te krijgen. Toen was je blij dat je zo succesvol en beroemd was... dat je ook daar een zeggen in had... Ja, maar dan moest je wel leren. Want het leert niemand je natuurlijk hoe het allemaal in elkaar steekt. En wij waren zo jong, wij dachten, dit moet allemaal. Ja. Je wordt gewoon geleid. Gebracht. Ja, en je wordt wel geleid inderdaad daarin. Net hè, die Music Mash, daar hoor je dus allerlei hits voorbij komen. Die jij dus ook al 20, 25 jaar zingt. En 30 jaar? 30 bijna. Jaar. Nou, tenminste, Get Ready For This, die als eerste voorbij kwam. Die is deze maand 30 jaar geleden. Uitgekomen, ja. Dus ik zit eigenlijk officieel 30 jaar nu. Wauw. Maar als je die nummers voorbij hoort komen, wat was dan de gedachte of een gevoel wat bij je opkwam? Je bedoelt, toen ik ze net voorbij hoorde? Ja. Gewoon... Denk je dan van, godse jezus, heb je ze weer, al die nummers? Nee, helemaal niet. Ik ben dan wel trots dat er zo'n grote selectie van... materiaal is wat we hebben achtergelaten. Dat dat allemaal hits waren. Dat ze ook allemaal in het buitenland hits waren. Dus ik ben daar wel heel erg trots op. En destijds dacht ik van...
In 96 gingen we uit elkaar. En dan zal iedereen ons snel vergeten. En nou ja, dat was dus niet waar. Dat was dus niet zo. Wij gaan heel eventjes... We hebben Jeannette aan de lijn hangen. Als het goed is, een goede oude bekende van jou. Een van de fans. Oh, Doppie. Ja. Dat is gewoon Doppie. Dat is gewoon ik Doppie. Ik weet gewoon dat dit Doppie is. Exact. Een van de fans van het allereerste uur. Ik denk misschien wel het grootste fan. En Jeannette van Dop. Jij noemde haar altijd Doppie. Hallo, ja. Jeannette. Hoi, hoi. Met mij, met Jeannette. Ah, hallo Jeannette. Hey, hoe is met ons mam? Lang geleden. Hoe gaat het met jou? Ja, goed hoor. Jij hoorde dat Anita te gast was en gelijk een vraag gesteld. Ja, ik had een vraag voor Anita. Ja, Jeannette is echt overal bij geweest, ja, hè, zo'n beetje. Ik ken haar echt vanaf dat ze gewoon super jong was. Ik denk 14 of zo, nog jonger misschien zelfs. Ja. Ik ken haar moeder ook. En ze was er gewoon overal bij. En als er ook bijvoorbeeld een wedstrijd of zo was, dan wist zij het ook nog te winnen. En ze is zelfs naar het alle... Jij was toch ook in Marokko? Ja. Ze was gewoon bij het laatste concert van Too Unlimited in Marokko. Marokko, daar was ik aanwezig. Ja, Jeannette, wat is jouw mooiste herinnering aan die tijd en aan toen je fan was? Nou, bent. Mooiste herinnering. Dan denk ik toch aan de eerste keer dat ik Anita ontmoette backstage. En dat is gekomen door Wilmer Rutte, die was de fotograaf van Too Unlimited. Zodoende mocht ik backstage. De eerste moment dat ik Anita mocht ontmoeten, dat was eigenlijk het mooiste. Want van daaruit mocht ik vaker met hem mee en zodoende. Je hun ook beter leren kennen natuurlijk. Je was echt vriendin, je werd vriendin van de act. Nou, van de band. Ze was wel echt een goede bekende van ons. En ik heb ook nog hele lieve cadeautjes gekregen. En haar moeder heeft ook een keer mijn naam geborduurd op een handdoekje. En dat soort dingen. Gewoon die hele lieve cadeautjes kregen. Maar dan ben je dus eigenlijk zo wereldster. En dan onthoud je dus wel dat soort lieve kleine dingetjes. Dat vind ik toch wel mooi. Ja, maar Jeannette sprong er wel een beetje uit op de een of andere manier. Ja, en Anita sprong bij mij ook altijd een beetje. Kijk, nou, zo prachtig. Jeannette, je had een prangende vraag. Die je die je graag wilde stellen. Oh, wacht even. Moet ik even opzoeken? Ogenblik. Oh, ik weet hem nog wel. Ik weet hem nog wel. Jouw vraag was namelijk van wat vind jij zelf? Wat is jouw favoriete Too Unlimited plaat? Ja, en welke single heb je spijt die jullie eigenlijk hadden uit moeten brengen van al je nummers die jullie niet hebben uitgebracht? Wauw. Wow. Oké, welke heb ik spijt dat ik dat uit? Ja, die jullie eigenlijk hadden uit moeten brengen als single. Ik denk Mysterious of zo. Of The Power Age. Ik hoor de laatste tijd steeds The Power Age voorbij komen. Ook op TikTok en zo zag ik het voorbij komen. Ik denk dat de mensen voelen dat het bij deze tijd past of zo. Dus dat had nu misschien wel gepast. Die vind ik altijd supermooi. Oké, cool. Leuk. Ja, en ik hou zelf gewoon van No Limit. Omdat de grootste hit. En dat was het eerste nummer waar ik zelf aan meeschreef wat even werd uitgebracht. Ik had wel eerder iets geschreven, maar dat werd dan niet als single uitgebracht. En dit was dan de eerste die als single uitkwam. Toen kwam die in 40 landen nummer 1. Had ik zoiets van, kijk. Nu moeten jullie niet meer zeuren. I'm a songwriter. And I'm dominating the charts. Nou, wat goed. Jeannette, jij krijgt natuurlijk ook die Good Life Radio strandbal. Hartstikke leuk om je even gesproken te hebben. En aan jou... Snel Anita een keer weer te spreken en te dansen en te zingen en alles. Want ik heb zo met Divas of Dance. Dus als dat is. Ja. Maar ik heb nu een nieuwe band, hè? Nono to Solo. Ja, ik weet. Dus ik denk, dus daar hoop ik je dan te zien. En nu mag het ook allemaal weer. Dus misschien dat er straks nog wel wat data bekendgemaakt worden. Jouw feestje daar. Mijn verjaardag, ja. Oh, dit kan echt nog een uur doorgaan, deze gezelligheid. Ik heb nog niet helemaal rond, maar dat hoop ik dat het ook een leuk feestje wordt. En dat ik je daar appen dan jullie zie. Ook? Hebben jullie elkaar snel? Nee. Nou, dat dan weer niet. Nee, dat gaat via socials. Okay. DM me alleen. Ja, precies. Alleen socials. Jeannette, aan jou de eer om de plaat aan te kondigen, schat. Zet hem op. Welke De favoriet van Anita natuurlijk. No Limit. Oh ja, No Limit van Too Unlimited. Let me say yeah. Oh!
yo, you ask some more. I'm on the ass, I know the last. I work real hard to collect my cash. Tick, 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 take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. No, no. I'm playing in a row, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I'm making techno and I am proud. Limited, hier bij Toet Fabienne op Good Life Radio. Ja, nou, is het toch lekker om dit terug te horen, hè? In de studio zijn namelijk ook... is al wel wat vaker. Ja, je hoort hem natuurlijk vaker. Ik zeg het ook tegen de luisteraars. Melvin is inmiddels gearriveerd. En Marcia is er, ook een singer-songwriter. Nou, en alle verhalen komen hier dan gelijk terug over vroeger als kind, plaatjes. Maar ik vond het wel leuk, dat wil ik even delen. Dat wat je vertelt, dat je dan in Londen naar zo'n ochtendshow, zo'n Nickelodeon-achtig iets ging. En dan had je hoeveel platenverkoop daarna? Tienduizenden tot honderdduizenden platen. Dus je trad 's morgens op zo'n echt zo'n kinderprogramma. Weet je wel? En dan, dat was dan tussen 9 en 10 of zo. En dan, ja, om een uur of 12, 1 hadden we gewoon tienduizenden, honderdduizenden platen verkocht. Kinderen gingen linea recta straight from the living room. Hup, muziek kopen. Naar de recordshop. Geweldig. Dat kon toen nog. Precies. Ja. Even in het algemeen, hè, even los van To Unlimited. Wat is jouw ultieme 90s gevoel als het gaat om... Wat kan je ervan herinneren qua kleding of qua... Wauw. Nou, als je denkt aan de kleding ook wat met jullie optredens. Ja. Wat is nou typisch 90s voor jou? Typisch 90s To Unlimited was echt leer en studs en strak en soort een beetje van bondage wear. Mm-hmm. En daarom zei iedereen altijd van, oh, sexy. Maar eigenlijk als je gaat kijken was het heel best wel helemaal niet bloot. Maar het was het idee van de bondage wear of zo. En we werden ook een keer echt bij ook zo'n kinderprogramma. Was het van, ja, die kleding vinden we eigenlijk iets te sexy. Maar waar is iets van, ja, luister, ik heb niks anders bij me. Dus dit wordt hem. Ja, over die grote bekken. Was het meest bij de hand wat je ooit tegen iemand gezegd hebt? Het meest bij de hand? Hè? Ja, waarvan je achteraf dacht, oh, dat was best wel bij de hand. Oh jeetje, nou. Ik weet het niet. Jij vond dat zelf natuurlijk niet. Ik heb één keer tegen onze producer gezegd van, joh, elke keer als wij op het podium staan, dan waait er zoveel geld bij jou naar binnen. En dan zit jij met je vinger in je neus op de bank. Dat vond hij niet zo leuk. Je zei, ja, hallo, deel eens even. Oh. Nee, het hele doet hij wel hoor. Maar het was trouwens in de tweede periode van To Unlimited. En toen moesten we op een gegeven moment de naam, zeg maar, inhuren om op te treden. Dus dan kregen wij onze fee en dan percentage van die naam ging dan naar de producer. En daar ging dat eigenlijk af. Maar dat is begin 2000 geweest. Ja, vanaf 2009 tot 2016 heb ik opnieuw 7 jaar met Ray gewerkt. Ja, ja want laten we Ray niet helemaal uitvlakken. Logische vraag, hebben jullie nog contact? Nee. Op het moment niet. Want het is, jullie hebben ooit even nog een in Blauwe Maandag verkering gehad, volgens mij. Nou, maar dat was echt
Een blauwe maandag. En heel lang geleden. Part one. Ja, dat is dus echt een part one to Unlimited en een part two to Unlimited. Ja, voor mij wel. Maar voor, ik denk voor de buitenwereld niet. Maar voor mij, er zat zoveel tijd tussen. En in die periode daartussen heb ik heel lang in mijn eentje opgetreden. En dan deed ik gewoon ook deze liedjes in mijn eentje. En in Engeland werd het liedje zonder rap uitgebracht. Dus kon ik gewoon zonder hoofdpijn in Engeland optreden. En mensen vroegen mij dus van... Ik werd door een boekingsbureau benaderd van... Goh, wil jij in Engeland optreden? En ik... Huh? Zonder Ray? Ja, nee, no cares. Oh, echt? Oh, wow. En ik had het zelf, geloofde ik dat nog niet. Maar ik besefte niet de impact van dat het daar inderdaad zonder lyrics werd uitgebracht. En nou, kon ik daar heel goed optreden zonder Ray. En later ben ik dat ook buiten Engeland gaan doen. En natuurlijk gaan mensen dan wel vaker vragen, goh, waar is Ray? Ja. En toen later heb ik het ook weer een tijdje met hem gedaan. En ja, sinds 2016 zijn we daar maar weer mee opgehouden. En... Dan verwaart het dat misschien. Iedereen heeft zijn eigen ding. Weet je, dat is soms zoals die stomme uitingen in de pers of zo. En dingen worden altijd een beetje opgeblazen. En dan staat er weer iets in de pers. En dan krijg ik soms een boos berichtje of zo. Ja. Weet je? En daardoor word je ook weer meteen geblokt dat je niet kan reageren. Echt? Dus ja, het is een beetje jammer. Wat vooral nu, jubileumjaar. Zou je hopen dat je zegt van... Hé, jongens, 30 jaar jubileum. Laten we met z'n allen nu een glaasje champagne heffen op het succes. Maar dat, dat vind ik wel een beetje jammer. Dat we dat als crew dat we dat niet doen. Maar zou je met hem nog opnieuw op het podium kunnen staan? Nou, in de state of mind waar ik nu ben, nee. Nee. Daarom treden we ook niet op. Nee, ik wil dat gewoon niet. En niet onder de voorwaarden die mij gesteld worden van exclusiviteit. Ik wil niet alleen maar optreden met Too Unlimited. Nee. En daarom kan ik er nu niet meer bij zijn. Omdat ik niet bereid ben om die exclusiviteit te geven. En ja, dat is op zich wel een beetje jammer. Want het ging gewoon jarenlang goed. Ja. En, maar dat is inmiddels al sinds 2016. En nu doe ik... Ja, nu ben ik gewoon... Ja, we gaan het zo nog wel even hebben over je solo dingen. Overigens, in 2000 had je volgens mij ook een album uit. Reality. Ja, of ik geloof single? Het ook. Maar wat je zelf ook schreef. Nee, maar was... is een beetje stilletjes voorbij gekabbeld, ja. Nou ja, weet je... volgens mij wil, dat je het zegt. Volgens mij wilde je gewoon ook heel graag over... Je wilde over een soort van liefde en echte liefde... wilde je schrijven en zingen. Net wat, als een soort van tegengewicht misschien... van de teksten van Too Unlimited. Ik vind het wel heel leuk dat je dit zegt. En dan zie je dat je me toch een beetje kent. Dus dat vind ik wel echt mooi. Bij Too Unlimited kregen we de opdracht... het mocht nooit over liefde gaan. Maar stiekem, als je nu alle liedjes hoort... gaan ze allemaal over universele liefde. Maar het mocht nooit over jongetje meisje gaan. Dat was echt een opdracht, dat mocht niet. En toen ik mijn eigen nummers ging schrijven... hoefde ik geen compromis meer te maken. Hoefde ik ook geen rekening te houden met de rap. En kon ik gewoon helemaal mijn eigen ding doen. En ja, dat klonk natuurlijk heel anders dan Too Unlimited. Maar daar moest men natuurlijk enorm aan wennen. Ja, eigenlijk wilden ze gewoon dat horen. Ja. Maar wat ik wel heel leuk vind... is dat nummers van mij wel nog steeds op YouTube rondgaan. En dat ze dan zomaar ineens mensen alles gaan posten. En dat ik nu, heden ten dagen, dan berichtjes krijg van... ik vond dat album wat je toen gemaakt had toch wel heel erg mooi. En dan kiezen ze nummers eruit. En er zijn zelfs fans van Too Unlimited... die tekst van één nummer heet Enter Love, Delete the Hate. En dat hebben ze dan op hun huid getatoeëerd. Oh, wow. En dan heb ik zoiets van, wow, dat vind ik wel echt heel erg cool. Dat is cool. Maar er zijn ook mensen die No Limit en andere hits van Too Unlimited... is ook zelfs een man die heeft mijn hoofd achter op zijn rug... dat ik denk, wow, het vult je hele rug. Dat, wow, weet je? Oh, dat is wel echt een eer. Lief. Het is echt zo bijzonder als mensen dat doen. We gaan toch weer eventjes terug naar de jaren 90. We hebben namelijk een poll, ook altijd. En in dit geval was het onderwerp... eten in dit, of drinken in dit geval. Namelijk Bacardi Breezer of cola, kindercola. Dan wil ik natuurlijk van jou weten, wat dronk jij? Wat dronk jij als je moest optreden? Geen van beide hoor. Nee, precies. Maar als je moest kiezen? Als ik destijds dronk ik gin tonic. Was ik al toen. En toen was iedereen toen, in de jaren 90 zei iedereen... Als ik dat bestelde. Was nog niet hip. Was nog geen hip drankje. Dat was super niet hip. Nee. En toch vond ik dat lekker, want het was niet zo zoet. En daar ging jouw stem ook goed op? Nou, nee hoor. Alcohol en... Nee. Dat was... dan werd het cognac. Oh ja. Als ik echt ziek was of schor of hees... dan had iemand een tip gegeven. Dan moet je cognac.
cognac drinken. Maar ja, dan moet je wel oppassen dat je niet te veel cognac drinkt. Want dan presteer je ook niks meer. Maar toch was het wel echt aan de hand. om maar met de woorden van een vriendin van mij te spreken. Die Bacardi Breezer en Kindercola. Corinne, daar ben je. Ja, welkom weer. Dankjewel. Even voor de eerste keer weer na de zomer. Hè? Dat is altijd weer even gezellig. Even inkomen. Ja, maar wat is het verhaal van die Bacardi Breezer en die Kindercola uit de jaren 90? Nou, ik ben ook wel benieuwd, want wat was het meest populair in jouw poll? Waar stemde de kijker of lezer massaal op? Ga ik nu, as we speak. De laatste keer dat ik keek, was het absolute de Breezer. Ja, wie drinkt er nou Kindercola? Tomgeroffel. Ja, maar hoe krijg ik dit weg, jongens? Dat zit iets in, hoe kom ik nou weer in mijn... Oh ja, wacht even. Breezer Watermelon. Nee, ik ga hem nu. 70-30 is de uitslag. 70 voor Bacardi Breezer en 30 voor Kindercola. Maar dat verbaast me dus niks, want ik was even in die Breezer aan het onderdompelen. Ik heb er zelfs eentje gekocht in de Gal & Gal, mag ik dat zeggen? Ja. Bestaat nog? En die kunt ze dus nog gewoon kopen. Echt? En die Bacardi Breezer, die omzet steeg dus eind jaren 90 met 300%. Het werd 30 miljoen liter Breezer per jaar in Nederland gedronken. En dat werd ook begin 2000 ging dat ook weer heel snel naar beneden toen allerlei andere drankjes weer hip werden. En die populariteit was enorm. Maar ik denk dat de Breezer ook wel als een soort statussymbool werd gezien. Als ik dan naar mijn jeugd kijk, het was net iets duurder dan een biertje. Die zoete smaak uit dat rietje. En die flesjes verzamelde ik dan ook. Mm-hmm. Maar wat Anita net zegt, vind ik wel grappig. Want jij had het over gin tonic. Maar opeens dacht ik, ja, de gin tonic van nu was natuurlijk de Passoa jus toen. Malibu Cola. Malibu Cola. Passoa, inderdaad. Safari. Oh ja, echt. Dat ging nu niemand meer. Nee, en... Je had ook zo'n blauw ding. Ja, Blue Curaçao. Daar was je goed. Daar kon je zo goed ziek van zijn. Dat is echt een hele vieze. Heel, heel ranzig, ja. Vooral Safari, man. Maar die Kindercola, waarom was dat zo populair in de jaren 90? Nou, er was heel veel kindermarketing. Dat kwam echt op in die tijd. Dus als je denkt aan bijvoorbeeld de Flippo. En het was heel erg populair om eigenlijk eten voor kinderen te kopen. Waar je ook dingen mee kon winnen. Of wat er leuk uitzag. Dus bijvoorbeeld die Flippo's waren natuurlijk immens populair. Dus kinderen of ouders kochten zakken chips en gooien dan de chips weg. En is dat echt iets van de jaren 90? Dat zo je richt op die kinderen? Of zien we dat vandaag de dag ook nog wel? Ik denk dat het alleen maar meer is geworden eigenlijk. Maar die kindermarketing, dat startte echt van eind jaren 80, begin jaren 90. En die Kindercola, daar moet je bij voorstellen. Ja, die kon ik niet meer kopen. Maar volgens mij is het een soort, dat weet ik nog wel. Dat was een soort cola bijna zonder prik en zonder suiker. Ja. Alsof je een fles Coca-Cola op de achterbank van de auto bent vergeten. En na een half jaar weer. Zo smaakte dat. Ja, ik denk ook dat Carlo en Irene met hun show ook wel echt invloed hebben gehad op de zeker. Op de marketing, de kindermarketing. Goed, Corinne, dank je wel weer voor je bijdrage. Volgende maand is er een nieuwe poll. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Doeg! Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good Life Radio. Ja, we gaan naar jouw tweede favoriete plaat. Dat is van Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Wat is het verhaal daarachter? Niks. Gewoon een goede plaat. Ik vermoed dat er wat meer aan de hand is. Nee, ik vond het gewoon... Nu je dit zegt, heb ik hele eigen idee natuurlijk. Jij hebt hem vast ontmoet. Ik heb hem ontmoet in bad. Hij zat in bad. Oh, dan gaat ze vies gezicht trekken. Ja, ik vond dat heel ik denk dat heel veel vrouwen er anders over denken. Hij zat in bad in de hotelkamer. Hi. Nee, en ik heb Girl, vertel. Dus jij ging hem interviewen terwijl hij in bad lag. Nou, het was nog... Zat je op het rand van het bad? Nee, wc. Wel de klep dicht. Nee, en er was nog een andere keer, maar dat was in Ahoy. En ik weet nog dat een van mijn eerste interviews was. Wat was dat toen? Ik maakte echt een hele doel. Hij had volgens mij daar gewoon... Er was iets van een awardshow? Zoiets. Want ik was daar ook. En ik heb echt een hele domme fout gemaakt toen. Jij ook? Vertel! Zijn moeder was namelijk volgens mij net overleden. Oei. En ik ging vragen in mijn steenkolen Engels van... Who do you want to work with? Dead or alive?
Zo van, nou ja, weet je, met wie had je ooit willen werken? Of met wie zou je nog willen werken? Oh. Maar ik kon dat natuurlijk helemaal niet goed vertalen met me. Dat was ik 21 en ik kwam net kijken. En toen, nou, ik weet niet eens meer. Toen zei hij heel droog zoiets van, nou, dood gaat natuurlijk niet meer. En toen was ik zo uitgeluld dat ook echt het hele interview daarna gewoon KUT was. Ja, dan ben je helemaal uit je focus. Helemaal uit mijn flow. Helemaal nou, zo uit. En ik was al zenuwachtig. Weer niet, maar je was natuurlijk heel erg zenuwachtig. Zo zenuwachtig. Ja, ik heb geen goede beurt bij hem gemaakt. Ik liep met mijn zus door Ahoy. Ik weet ook niet meer wat daar was. Er was een soort awardshow volgens mij. Maar ik heb überhaupt geen beurt gemaakt. Mijn zus en ik... om dat ook maar even gelijk weg te nemen. We hadden wel zoiets van, oh, Lenny Kravitz is daar in die zaal. En toen struikelden we allebei over de drempel. En mijn zus had allemaal bonnetjes vlogen zo door de lucht. En toen zagen we Lenny zo uit de hoek zo kijken. Van, wat gebeurt daar? Dus toen hadden we zoiets van, nou, laat maar zitten. Dus ik had ook een gênant momentje. Nou, maar hij was echt wel ook wel een beetje een cranky guy. Ja. Het was nou niet echt de had meest... Had attitude. Het was niet de meest warm. Persoonlijkheid. Jammer. Maar zijn muziek wel. Verdomd goede muziek. Ja. Let's go. Is dit heerlijk? Wat ben ik blij dat jij deze plaat hebt meegenomen. Thank you, ik ook. Oh, echt ik wat heftig. Ik moest niet draaien vroeger, hè? En maar dit, ik zo'n Panasonic radio, er moesten 10 batterijen in. Dat ding was echt fantastisch. Van die kostte, dikke grote? Ja, destijds 1000 gulden voor betaald. En op een gegeven moment wilde hij gewoon maar... Als ik dit draaide, zei hij... Oh, ik gooi hem eruit, ik gooi hem uit de auto. Oh, wauw.
Het is, hij was echt van hiphop, maar ja, dit is toch heerlijk. Oh, wat is dit lekker. Ja, dat, en ook dat hele album waar Mr. Cab Driver op staat. Het is een heerlijk album. Lenny als een album. Juist. Hey, we gaan naar de nieuwkomer. Weet je wat ik namelijk leuk vind? Met Toets Fabienne had ik altijd ook nieuwe artiesten. En toenertijd. En nou, het is natuurlijk heerlijk om in de jaren 90 te duiken en te reminissen. Maar ik vind het ook echt leuk dat ik nieuw talent een podium kan bieden. Dus dat doe ik. Yes, en queen. Daarvoor hebben we vandaag de gast Melvin Thomasson. Goedemiddag is het nog. Ja. Geweldig dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Je bent geboren getogen in het Limburgse Heerle. Tegenwoordig woon je lekker in Amsterdam. Heerlijk, ja. Je bent singer, songwriter en danser. Een artiest gewoon helemaal in hart en nieren. Ja, ik adem het wel, ja. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik altijd al met muziek ben bezig geweest. En nee. Creatief wil zijn. Dus, Dat fliebeltje op jouw Thomasson, op de O van Thomasson, yeah, dat verraadt een iets van Scandinavische achtergrond. Ja, maar dan moet ik jullie toch teleurstellen, want ik ben gewoon volledig Nederlands. Okay. Het is eigenlijk, mijn officiële naam is misschien wel een leuke anekdote, is Melvin Thomasson. Maar een paar jaar geleden vond ik dat nooit mooi uitzien op posters. Als ik dan ergens moest spelen bijvoorbeeld, dan stond er Thomasson. Slim. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou iets meer internationale allure geven? Dus toen heb ik de E veranderd in een O. En toen heb ik het zo gelaten. Maar in jouw omschrijving van je muziek staat er pop met urban invloeden en een stevige Scandinavische en Amerikaanse. Ja, daar komt hij dan wel weer terug. Ja, ja. Want wat is er Scandinavisch en Amerikaans aan de producties die je maakt? Nou ja, de Scandinavische producties die zijn eigenlijk heel herkenbaar, een beetje dancey. Dat komt ook echt wel terug in mijn eigen muziek. Maar het Amerikaanse, dus de Amerikaanse vibe en de feels, die komen ook echt terug. En zo probeer ik het echt gewoon lekker te combineren. Ja. Omdat ik me ook niet wil binden tot een bepaald genre. Je bent nog lekker in die totale ontwikkeling. Ja, ja, zeker. Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 26. 26. En ja, al van jongs af aan wist jij gewoon, ik wil de Nederlandse charts domineren. That's right. Hoe tof is het dat je dan naast een vrouw zit die dat daadwerkelijk gedaan heeft? Ik vind dat dus ook echt heel tof. Want ik luister dan zeg maar naar de dingen die jij zegt. En dat vind ik dan echt heel cool. En dat zijn dan echt dingen waarvan ik alleen nog maar nu kan dromen. En wat deze vrouw natuurlijk bereikt heeft is natuurlijk fenomenaal. Anita, wat is jouw tip aan hem? Oh, wow. Ja, dream big. Ja. En visualize. Ja, ja, zeker. Dat doen we focus zo. Focus en goals. Ja. Ja. Dat is het enige. Ja. Goeie hand, vatten. Goeie hand. Dankjewel. Je hebt met meerdere... Wat jij eigenlijk doet, of nu tot nu toe veel gedaan hebt, is dat je bekende nummers gecoverd hebt, maar mm-hmm, wel op je eigen YouTube-kanaal. Mm-hmm. En daar een beetje je eigen dingen aan gegeven hebt. Hoe kom je erop om zo te beginnen als vader? Nou, ik ben eigenlijk helemaal niet echt een coverartiest. Maar ik merk wel dat heel veel mensen, vooral als je net begint, het gewoon fijn vinden om te luisteren naar herkenbare dingen. Ik heb wel altijd het gevoel gehad dat ik het... Kijk, als je het één op één covert, dan is het gewoon een kopie. Dus dat vind ik niet leuk. Dus dan wil ik er wel gewoon mijn eigen touch aan geven. Want dat is dan uiteindelijk hetgene waardoor je mensen ook aan je kunt gaan binden. Ja. Je hebt inmiddels gewerkt ook met Davina Michel, met Alain Clark. Dat zijn toch grote namen. Ja, daar ben ik ook heel trots op. Dat is ook echt te gek. En wat ik ook leuk vind, wat ik over jou gelezen heb, dat voor jou belangrijk is met muziek, dat je een beetje zo dat lijf mee beweegt. Ja. Dat je dat vertel eens. Ja, dat vind ik gewoon. Ja, de muziek die ik maak.